Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 53. We gaan vandaag beginnen met een nieuwe seizoen. Na een dominant optreden in seizoen 3 gaan wij proberen om dat derde wereldkampioenschap binnen te hengelen. Dat tweede constructeurskampioenschap binnen te hengelen voor het team. Eerst nog even kijken of er nog andere rijders beschikbaar zijn. Maar ik denk dat ik gewoon met Verstappen verder ga. Hij is 100 rated. De hoogste van allemaal op dit moment. Dus dat wordt gewoon een contractonderhandeling. Het bereik heeft hij benaderd. En we bieden gewoon hetzelfde salaris aan dan, zoals altijd, $13,32 miljoen. En dat is geaccepteerd. Verstappen dus weer terug in de auto bij mijzelf en het team. Kijken of Max dit keer een gooi kan doen naar de wereldtitel. Vorig seizoen was hij erg sterk, maar moest hij het aan ons overlaten. We kunnen even naar de sponsoren gaan om te kijken of wij een andere sponsor kunnen gaan tekenen. We hebben de dominantste auto van het veld. Dus ik verwacht gewoon weer een bloedstollend seizoen tussen mijzelf en Max om de wereldtitel. Constructeurskampioenschap. Ja, ik weet het niet. Ik verwacht gewoon dat wij weer constructeurskampioen worden. Maar je weet maar nooit. Hey boss. I think we een interview met Will Buxton, maar dat gaan wij gewoon niet doen. Dan is dit altijd het eindscherm van het seizoen. Level 21, mijzelf en Max. En level 25, het team. Het acclaim dus ontvangen van het afgelopen seizoen. Prijsgeld. 78,12 miljoen. In totaal met de sponsor $95 miljoen binnengeharkt. En dat brengt ons totale cash op $103,73 miljoen. 16 race overwinningen gepakt. Verstappen dus 0. Wel 5 pole positions. We hebben 9 pole positions. En we waren gewoon al dik wereldkampioen. Want Verstappen komt gewoon ongeveer, wat is het, 180 punten tekort voor dat WK. Dat geeft niks. En nu is het op naar het ontwerp van het team. Dus de motor, de hoofdsponsor misschien veranderen. De pakken aanpassen. Maar eerst de kalender natuurlijk. We don't get any benefit from leaving it. Zoals altijd, ik ben geen fan van Portimao, Silverstone, Japan, Jeddah en Monaco. Die 5 circuits, denk ik uit mijn hoofd als ik dat goed zeg, die liggen mij niet goed, dus die gaan we ook gewoon niet doen. Ja, het is wat het is. De waarheid kan hard zijn, maar goed, so be it. Dus het worden weer circuits waar ook sommige AI's sterker voor de dag gaan komen dan mijzelf. Singapore wil ik er wel weer terug op zetten. Ik vind dat altijd een leuk circuit om op te rijden. Een lang circuit. 31 rondes. Dus ik ben meestal meer dan anderhalf uur ongeveer aan het opnemen. Als er geen fouten worden gemaakt. Maar goed. En pitstops, dat even terzijde. Je zit gewoon even te klooien met de kalender. We kunnen er ook voor kiezen om te beginnen in Nederland. Alleen ja, dan moet je heel die tweede seizoenshelft meevullen. En dat lukt gewoon niet. Jammer dat je de volgorde niet kan aanpassen. Dat vind ik nou jammer. De volgorde kan je niet aanpassen. Volgens mij in F1 2020 kon dat wel. Dan kon je kiezen welke circuit je als eerste wil. Welke als tweede, derde, etcetera. Maar we hebben tot nu toe Bahrein, China, Imola, Spanje, Azerbeidzjan, Canada, Frankrijk, Oostenrijk, België, Nederland natuurlijk, Italië, Rusland, Singapore, Amerika, Mexico en Brazilië. Voorlopig op de kalender. Australië kan niet. Jazeker, nu is de kalender compleet. Voorlopig, hè, want het kan nog worden gewijzigd. Ik zit gewoon even te spelen. En als we akkoord kunnen, dan kunnen we verder met het ontwerp van het team. Abu Dhabi, die laten wij liggen, want in het vorige seizoen was dat niet
fijn om op te rijden. Dus dat was dus de volledige kalender. Nu op naar de Avatar. En daar bedoel ik mee niet Avatar net als Aang en dat soort shit van Nickelodeon. Maar gewoon het poppetje zelf. Nummer 1 komt weer terug op de auto zoals gewoonlijk. Kleren en helmen worden aangepast naar een andere kleur. Kijken wat het op gaat brengen en of jullie de auto mooi vinden. We kunnen bijvoorbeeld Arava zijn helm pakken, maar dat vind ik, waar is het? Vind ik een beetje saai, die kan je niet aanpassen namelijk en dat is wel jammer. We zitten gewoon even te kijken naar welke de mooiste is van de hoeveel. I don't know. Weet ik niet. We kunnen ook voor heel Holland gaan. Kasper Akkerman zijn helm pakken. Maar goed, dat vind ik zo kaal. Een Nederlandse leeuw is wel nice. Alleen, ik heb toch liever wat anders. Ik zit trouwens ook even te kijken naar de podiumpaas. We hebben voldoende punten namelijk om misschien een overal auto of een helm te kopen. Waarom ook niet? We gaan ervoor. Een helm dus gekocht. Ook een auto zie ik. Kopen wij dus ook. Een pak. Nog een livery. Ik vind hem minder mooi dan normaal. Ik had wel wat anders verwacht. Maar goed. Een auto is een auto. Dus ja, dan komt hij erbij. Zo simpel is het. Een pak. Ja. Een skeletpak. Boeien. Alles is welkom. En misschien een, wat is het eigenlijk, een sponsor? Weet ik niet. We zien het wel, het heeft maar 500 punten opgeleverd, dat laatste deel. Dus ja, dat is wel goed. Racepak weer gekocht, je weet toch. Handschoen gekocht, ja hoor. En dat is het dan. Dus we hebben nu keuze uit meerdere helmen. En ga ik gewoon voor dit design. Ik vind het wel nice, een beetje een overloop is het. En we gaan gewoon weer proberen om de Nederlandse vlag erin te laten zetten. Een beetje oranje. Hopelijk dat dat ook wat opvalt. Zoals dit ongeveer. En dan moet dat natuurlijk een andere kleur krijgen. Ik zat te denken, misschien oranje pakken of rood. Maar toen dacht ik, hey, wit is ook wel nice. En dit ziet er wel heel bruut uit. Ik vind die overgang van rood, oranje, je ziet een beetje geel, groen, blauw, paarsachtige kleuren, een beetje alle kleuren van de regenboog. Was dus niet mijn bedoeling, maar goed. Dat is dus wel het helmdesign van dit seizoen. De pakken worden dus ook aangepast, natuurlijk, zoals altijd. We zitten gewoon even te kijken naar welke de beste is. Zwart mag er voor mij helemaal uit. Oranje sowieso. En misschien dan gewoon blauw of zoiets. Of wat is het? Ik noem maar wat. We zitten gewoon een beetje te spelen namelijk met wat we hebben. Die heeft wat meer kleuren. Dus daar kunnen we ook meer mee dan normaal. Kijk, dit bedoel ik. Oranjeachtig iets. Zo ongeveer, denk ik. Een beetje Hollandse kleuren. Vanwege de rijders eigenlijk. Ik, mijzelf en Verstappen zijn beide Nederlands. Het team is Nederlands. Dus ja, dan ook natuurlijk een Nederlandse auto. Met ongeveer een Nederlandse helm. En ongeveer een Nederlands racepak en handschoenen. Je weet toch... Die dingen horen er nou eenmaal bij. Dat maakt het mooie hiervan, van MyTeam. Dat je alles zelf kan bepalen. Dat vind ik wel hartstikke nice. Oh, dit is ook wel mooi groen hoor. Beetje olijfachtig groen. Ik vind het wel wat. Het valt ook gelijk op. Ik vind die twee kleuren pet wel opvallend. Dus dat is goed om te zien. De handschoen moeten we erbij selecteren. En die moet natuurlijk ook in dezelfde kleur als het racepak. Anders komt dat niet overeen. En hebben wij alles voor niks gedaan.
Dus zo, oranje bij oranje. Olijfgroen, ja wat is het? Ik weet het eigenlijk niet. Lichtgroen bij lichtgroen. En dat moet dan, ja, rood zijn, kan wit zijn. We moeten even kijken namelijk. Zo, handschoen geselecteerd. De pose wordt gewoon hetzelfde. De radiocall is gewoon hetzelfde gebleven. Dan kunnen we door naar de details van het team. En ik ga een keuze maken. We gaan Renault dumpen. Na 3 seizoenen nemen we afscheid. De hoofdsponsor wordt ook anders dan normaal. We gaan deze huidige hoofdsponsor wegdoen. En er komt dus een nieuwe hoofdsponsor. Even te kijken welke het beste is. Want ja, eigenlijk allemaal kunnen we ze wel pakken. Want het team is zo dominant. De motor. Dat wordt een andere motor. Ik zat te twijfelen tussen Ferrari en Honda. Ik heb toch Ferrari gekozen. En dan vind ik het wel mooi. De auto moet nog worden aangepast. Dat komt gewoon zeker goed. We moeten dus een ander design pakken. En dit is meer een opvallende livery. Ziet er mooi uit, dus die pakken we dan ook. En we gaan gewoon kijken wat we ervan kunnen maken met de auto. We gaan denk ik mooi oranje doen, zodat het lekker opvalt in de wedstrijd. Rood moet er ook bij, groen en blauw. Zoiets. Jazeker, mooi donkerrood, een beetje matkleurig-achtig. Blauw er ook bij. Jazeker. En dan dat witte moeten we aanpassen. Misschien hebben we ook zometeen een andere kleur, wie weet. En er moet een andere sticker op voor de halo. We doen gewoon game over, is een beetje bruut. Maar goed, ik vind het wel wat. Nu zie ik wel dat groen ontbreekt, dus dat moeten we even gaan aanpassen. Want ja, wit is ook nice, maar groen is meer ja, van de kleuren van de race pakken. Dus dat doen we gewoon, heb ik liever. Dit ongeveer. Ik vind het wel wat. Jammer van dat rode dat het wel weg is. We kunnen misschien ook de onderste kant groen maken. En dan het rode weer terughalen. Kijk dus zo. Ja. Of wit. I don't know. We zien wel. Dit is ook wel nice. Echt opvallend. Gewoon een opvallende auto. Ik vind hem heel mooi. Ja, ik vind dat dit het wel is. Team branding, oftewel de badge en de stijl. Nou, de S blijft er gewoon in vanwege de S van Schraven natuurlijk. Dat is mijn achternaam. De kleur moet wel worden aangepast. Naar de juiste kleuren. Groen en, ja, ik weet niet, misschien rood of van dat mooie blauw erop. Zo dus ongeveer. Ik vind het allemaal best. Past wel een beetje bij vanwege de sponsoren op de auto, dus dat is goed. Dan moeten nog de teamkleuren aan gaan passen. Tada! De teamkleuren zijn aangepast en dan is het lekker door, want hierbij bevestig ik de nieuwe auto. We lopen alles nog even voor de zekerheid na. Kijken of hier niks geks aan te zien is. De helm is heel mooi. Een beetje chroomachtig wit. Het ziet er mooi uit tijdens nachtraces. Ferrari dus. We stappen over.
Verstappen gewoon weer bij ons gebleven. Die stapt niet over. En dan vind ik het wel mooi. Jazeker, we gaan weer met nummer 1 rijden. En dat is goed om te zien. Dan kan het doek zometeen van de auto af. Hierbij is dan de auto voor het nieuwe seizoen. Nou, tada, dat was dus de presentatie tussen aanhalingstekens. We hebben heel veel dingen om te kunnen upgraden, namelijk dat zie je ook op de tijdlijn. 3,6 miljoen, dus 0,5 miljoen gestegen. Heel veel upgrades binnengekomen. En is het gewoon lekker voorbereiden voor de grote prijs van Bahrein. Kunnen gewoon nog sponsoren pakken. Dus die pleuren wij er ook op. Waar leeg is, komt iets nieuws. Maakt niet uit wat. Als er maar sponsoren op de auto zitten. Want daar krijgen wij ook geld voor. En daarvoor worden wij... Sorry, en daarvoor betalen die sponsoren ook bij ons namelijk. We moeten gewoon kijken welke de beste is. Het mag elkaar niet overlappen. Dus wat je nu ziet, dat hoort gewoon niet. Dat passen we mooi aan. Tada, hollakie idee, zo doen we dat. Sponsor ook op de halo. Dat wordt dus gewoon wit, want zwart vind ik niet staan op deze kleur. Tada, kijk eens aan, hoe mooi. Sponsor daar zit wel goed. Dan daar op de engine cover. Die wordt wel zwart. En we gaan gewoon voor de grootst mogelijke. Op de achtervleugel komt ook een sponsor. Kijken welke dat dan is. Neon, ik vind het allemaal best. En dit is dus de auto met sponsoren erop. Het is heel erg mooi. Ik vind het een mooie kleur geworden. En dan is het gewoon lekker op naar de kwalificatie voor de grote prijs van Bahrein. Voor de allereerste ronde in seizoen 4. Ik ben er klaar voor. Hopelijk jullie ook. Daar gaan we dan. We zijn dan dus aanbeland bij de kwalificatie. Het heeft heel lang geduurd. Maar uiteindelijk zijn we er toch gekomen met de nieuwe Ferrari motor. Ik ben heel benieuwd hoe deze auto handelt in de bochten. We moeten al een beetje corrigeren, maar dat is geen probleem. DRS hier voor de tweede keer geopend. Beetje onderstuur. En de auto mooi recht gehouden. Dat is goed om te zien. En jou naar de snelste tijd. We krijgen een track limit waarschuwing. Maar dat is geen probleem. We hebben hier zometeen weer DRS ingeschakeld. En we komen op een 1.24.8. Op 3/10 van Charles Leclerc. Dus we kunnen er nog voor een tweede runner achteraan. Perez naar de snelste tijd met een 1.24.1. Is 17e harder gegaan. En wij hebben hier slipstream van Yuki Tsunoda in de AlphaTauri. En we gaan hem hier mooi voorbij aan de binnenkant. Zetten hem ernaast. Brutaal ernaast. Maar hebben geen tijd verloren, gelukkig. Komen we aan bij de laatste bocht hier in Q1. Voor onze tweede run in Bahrein. DRS hier weer geopend. En dat is P2 op 2/10 van Perez. We zijn
nog steeds in Q1. We gaan er nog een keer uit op deze versleten oude softbanden. Om ervoor te zorgen dat we er staan waar we horen te staan. Verstappen is volgens mij naar de snelste tijd gereden, weet ik niet zeker. Ziet er een klein beetje door, maar dat is geen probleem. Pakken een momentje overstuur en moeten die bocht helaas afsnijden vanwege correctie. En dan zitten we hier al in het rood. En heb ik hier een momentje overstuur en is het gedaan met deze run. Jammer maar helaas. Goed nieuws, we zijn wel door naar Q2. En ik ben er als allerlaatste naar buiten gegaan om nog een ronde te zetten. Dit wordt onze eerste en enige run in Q2 op de softe banden. Ik ben benieuwd waar we zo meteen staan. We hebben Carlos Sainz voor ons. Kijken wat die gaat doen. DRS hier geopend. Hebben ook een beetje slipstream van de Spanjaard. We zetten paars in sector 1 neer. Komen wel een klein beetje te wijd uit. Pakken wat grind mee. Maar we zijn wel door naar Q3. Jazeker, dat is goed om te zien. Dan komen wij aan bij Q3. Ben ik er weer als allerlaatste naar buiten gegaan om een gooi te doen naar de pole position. Verstappen heeft die pole niet in handen. Die heeft volgens mij Charles Leclerc in handen. Dus die Ferrari zit er weer goed bij. En Verstappen gaat niet naar buiten. Verstappen heeft de pole. Charles Leclerc staat op P2. Dus Verstappen moet hier nu hopen dat wij geen snelle ronde gaan noteren. Maar wij gaan er alles voor geven. Vlag hangt uit in Q3. Ziet hem hier te wijd. Pakken wat grind mee in een track limit. Maar we komen bij start-finish. En dat is de pole position hier in Bahrein, hoop ik. Jazeker, pakken Leclerc op 15e en Verstappen stelt teleur op 16e. Dus dat betekent, wij pakken de allereerste pole van het nieuwe seizoen. Gaan verder waar wij gebleven waren in seizoen 3 met totale dominantie. En is het op naar de wedstrijd voor carrière aflevering 53. Months of rumor and speculation all come to an end today as we return to racing for the opening event of what promises to be an enthralling season. Welcome along then to round one of this year's Formula One World Championship. We'll be racing around 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit today. Keep an eye out for drivers locking the front left down into the tricky braking zone of turn 10. A new season then, a clean slate where anything could happen. Anthony Davidson is with me today as we get another year of Formula One underway. We're into those tense few minutes before the first race then. Everyone's a little bit nervous about reliability. They haven't been running in the hot, turbulent wake of other cars in practice. And they've not been pushing at 100% for long durations. Let's hope no one has to deal with any nasty surprises. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The Professor lines up on pole position, and it's Charles Leclerc in P2. Moving on to the rest of the grid, we have Verstappen, Hamilton, Carlos Sainz, and Bottas, Joe, Norris, Russell, and Daniel Ricciardo, Ocon, Giovinazzi, Pierre Gasly, and Perez, Stroll, Tsunoda, Marcus Armstrong and Callum Ilott, Latifi, Lundgaard, Mick Schumacher and Nikita Mazepin. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Great start to the season. Let's convert this pole into a win. Laten deze pole position omzetten in een raceoverwinning, adviseert Jeff. Dat gaan we zeker proberen, maar ik moet rekening houden met Charles Leclerc en Max Verstappen. Een tweestopper, soft,
Soft, medium is de geplande strategie. We kunnen soft, medium, medium van maken. Nemen sowieso extra fuel mee om hard te kunnen pushen namelijk. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 53. Voor de start van seizoen 4 in F1 2021. My Team Carrière Mode. We starten vanaf pole position. De lampen gaan aan voor de grote prijs van Bahrein. En ze zijn uit en we zijn onderweg. En Charles Leclerc is beter weg van zijn plek. En heeft de leiding al te grazen genomen. Verstappen kijkt al gelijk mee. Hamilton probeert het. Hamilton valt niet aan. Maar Verstappen deed dat wel. Maar Max verliest een aantal plekken omdat we hem daar hebben wijdgeduwd. En is al gelijk gezakt. Want het gat is al 18e. We moeten nu de druk gaan opvoeren naar Charles Leclerc toe. Het gat is 14e. En wij kunnen gewoon bijbenen bij de Monegask. Maar die heeft weer een topstart. Dat is 15e. Ronde nummer 2. En Charles Leclerc noteert als snelste race ronde met een 1.28.9. En wij gooien hier een aanval aan die binnenkant bij bocht 1. Laten hem mooi uitrollen. En dat is de leiding heroverd. En Charles Leclerc kan niet terug aanvallen. Verstappen zit al gelijk te kijken voor een tegenaanval voor P2. Wij moeten dit zo volhouden voor de rest van de wedstrijd. Maar dit is goed om te zien. Paars in sector 1 zijn 1,4 seconden sneller. Herhaling van de start. Voor de grote prijs van Bahrein met mezelf op pole. Leclerc op P2 en die kwam gewoon beter weg. En was ons hier al gepasseerd. Wij proberen nog terug te komen in de slipstream. Hamilton kijkt daar naar de binnenkant. Zometeen, jazeker. Verstappen kijkt naar de buitenkant. Lukt niet. En Verstappen weet die P3 te houden van Lewis. Leclerc dus even kort aan de leiding. Hamilton verdedigt heel veel ten opzichte van Guanyu Zhou of Sergio Perez. En wij konden Leclerc gewoon makkelijk volgen. Dat was goed om te zien. Hier dus een herhaling. Met mezelf op pole. We hadden wat wielspin. En daardoor kon Leclerc profiteren. Max daar aan de buitenkant. Daar is hij. Kort na P2. Wij duwen hem daar wijd. En zo hadden wij P2 dus in handen. En konden achter Charles Leclerc aan. Maar Leclerc had gewoon een betere start. Dat is het. Hier dus aan boord bij de Monegask op P2. Ja, en die had gewoon geen wielspin. Kwam gewoon beter weg. En dan is het toedeloe. P1, hallo, P2. Ik vind het onvoorstelbaar dat hij geen wielspin heeft. Ik vind het heel knap hoe de AI dat kan. Maar goed, blijkbaar is het mogelijk. Dat betekent dat wij dus een aanval moeten gaan openen op Charles Leclerc voor P1. Om die leiding weer terug te heroveren van hem. Dat was dus gebeurd. En wij zitten nu te kijken in de spiegels. Vanwege Charles Leclerc. Die komt eraan voor een aanval. Maar die mislukt. En kan Max gelijk mee profiteren? Dat is de vraag. We zitten in ronde nummer 4. Dat gat is 16e naar Charles. 17e naar Max. Tot nu toe verloopt alles goed. Want wij hebben dat snelste race 100 punt in handen. Schieten een klein beetje door. Maar het is niet erg. Tweede DRS gedeelte van dit circuit. En Leclerc kan hier niks. Schieten we een klein beetje door. Maar het is geen ramp. Einde ronde nummer 4 is het. En hierbij is het dan wel iets te veel van het goede. Schieten gewoon door. En kan Leclerc hier aanvallen? Wij wijken gelijk van mijn lijn af. Slingeren wat op het rechte stuk. Leclerc komt mee met ons. En valt aan die buitenkant. Is er voorbij. Maar we doen dit slim. En duwen Leclerc gewoon wijd. Hamilton profiteert. En Verstappen verliest een plekje aan Hamilton. Dat is niet goed. Dat is helemaal niet goed. Maar er zijn nog ruim 24 rondes te gaan in de wedstrijd. We zitten op het tweede DRS gedeelte van ronde nummer 5. Als Lewis Hamilton het daar probeert aan de binnenkant. Lukt niet, dan hier naar de buitenkant proberen. Is er voorbij. Maar wij duwen hem daar mooi van het circuit af.
en het is weer de leiding veroverd. Zet er groen in sector 1 neer, rood in sector 2 zijn 1,8 seconden langzamer. En Verstappen verliest meer terrein naar Carlos Sainz, want die heeft hem ook al te grazen genomen. Verstappen verliest terrein. Geeft niks, de wedstrijd is nog vroeg. Nog 24 rondes te gaan. Dat naar Hamilton is 17e. Dat was een knak, maar goed. Pitwindow wordt dus geopend en we gaan dus naar de soft banden. Momentje overstuur op de curbstone en dat ziet Lewis Hamilton. En hij zit er klaar voor de leiding. Is er langs, het is heel close tussen ons tweeën. We laten hem hier mooi uitrollen, Lewis blokkeert ook zijn rechterband en kan er niet langs. Charles Leclerc profiteert gelijk mee en zit weer in mijn versnellingsbak. Ronde nummer 8, begin ronde nummer 9 is het. Sainz naar P3. Wat is er met Leclerc gebeurd? Weet ik niet, maar hij rijdt stijf achteraan. Charles Leclerc weg uit deze grote prijs. Rijdt nog wel. Sainz naar binnen voor zijn eerste pitstop. Lewis Hamilton naar binnen. En volgens mij was dat Guanyu Zhou ook mee naar binnen. We gaan ronde nummer 10 alweer in. En Verstappen probeert een undercut. We zijn dus aan boord bij hem. Ook gaat Pierre Gasly. Nee. Valtteri Bottas met hem mee. Excusez. En waar gaat Verstappen naartoe? Naar de softbanden. Verstappen opent de aanval op ons. En komt mooi voor Valtteri Bottas weer de baan op. In ronde nummer 10. Wij moeten nu als een gek gaan pushen om ervoor te blijven. Maar we hebben versleten oude softbanden. En Bottas komt in verkeer terecht. Max dus niet. Einde ronde nummer 10. En we duiken dus naar binnen voor onze eerste pitstop van de dag. We gaan zoals gepland naar de medium compound. Krijgen de auto mooi afgeremd. En dat is kijken wat deze pitstop gaat worden. Hopelijk snel, sneller dan Max, maar ik ben er bang voor. Ricciardo passeert ons, maar hij moet nog naar binnen. Hetzelfde geldt voor Esteban Ocon, Pierre Gasly. 2 seconden, maar de versnelling bleef haken. En dat betekent denk ik dat we achter Verstappen terechtkomen. De undercut heeft gewerkt voor Max. Hamilton op P9. Wij komen terug op P8. Op de softbanden. Ik had nog even getwijfeld, maar we gaan toch mee met de strategie. Hadden we daar wel een flink moment op de curbstone, maar dat is geen probleem. En Verstappen zit vast achter Christian Lundgaard. Nee, dat is Antonio Giovinazzi. In de Aston Martin, hij rijdt op P6 en wij kunnen hier al gelijk naar Max toe rijden. Misschien is zelfs een aanvalwagen aan de buitenkant. Lukt dat? Meer snelheid meenemen en dat is gelukt. P7. We stappen dus naar P8. En we merken dat Giovinazzi en Tsunoda het lastig hebben op die medium compound. We hebben hier DRS van Giovinazzi, overtakeknop ingeschakeld, slipstream te pakken. En dat is P6. De volgende heet dan Yuki Tsunoda. En die is hier dan gezien op de exit. Meer snelheid meenemen en dat is P5. Verstappen heeft al gelijk Giovinazzi te grazen voor P7. En zit klem achter Yuki Tsunoda. Ronde nummer 12 is het. We rijden op P5. En daar vallen we Lance Stroll aan. Remmen heel diep. En dat is P4. Volgende heet dan Pierre Gasly. Ocon op P2. En Hamilton heeft een probleem. Lewis Hamilton heeft een probleem met de auto. Het is geel. Terwijl Gasly daar proberen aan te vallen, lukt niet. DRS weer ingeschakeld en wij noteren dat snelste raceronde met een 1.26.5 hebben Gasly te gazen gehad voor P3. Sorry, te gazen genomen voor P3. En er rijdt daar iemand langzaam. En dat is een Mercedes van Lewis Hamilton. Het is geel in sector 1. Hamilton naar binnen heeft volgens mij een lekke band opgelopen. Ik heb daar helaas geen replaycamera van. Jammer maar helaas. Ricciardo duikt naar binnen. En wij komen weer terug aan de leiding in de wedstrijd. Dat gat
naar Verstappen is 4,2 seconden. In dat snelste racerondepunt hebben wij verbeterd naar een 1.26.2. Paars in sector 1, ronde nummer 15. Het is geel in sector 1. Omdat daar een Alpine gaat uitvallen. Dat is volgens mij Esteban Ocon die daar 0 punten. Die reed trouwens ook niet in de punten, maar goed. Een DNF voor Alpine. Zuur, maar helaas. Ocon uitgevallen. Eerste uitvallen van de dag. De Fransman. En hier is het dan gedaan. Op het rechte stuk verliest hij vermogen in de Renault motor. En dan moet hij hier de strijd staken in Bahrein. Het nieuwe seizoen voor Esteban Ocon begint slecht. We zitten in ronde nummer 17 als we daar blauwe vlaggen krijgen van Nikita Mazepin. Die aan de kant moet voor ons. En dat doet hij prachtig. Dankjewel Nikita. Nog 12 rondes te gaan in de wedstrijd en we moeten nog een keer naar binnen. En we duiken naar binnen in ronde nummer 18. We krijgen de auto goed afgeremd. En dan is de vraag, komen wij voor of achter Verstappen terecht? Want Verstappen is weer eerder naar binnen gegaan dan ons. Een langzame pitstop. 3,1 seconde. We komen sowieso achter Ricciardo terecht. Verstappen zit klem in verkeer. En we komen terug op P3 en komen mooi voor Max weer de baan op. Dus dit keer heeft de overcut wel gewerkt. Dat is goed om te zien. Op naar Carlos Sainz in ronde nummer 19. Kijken wat dat dan gaat opbrengen voor ons. Hij rijdt op versleten mediumbanden. We zitten bij de staart van Sainz. Pakken hier slipstream, hebben overtakeknop ingeschakeld. Vallen aan de buitenkant. Laten hem hier staan. En Sainz toucheert ons. En is gespint. Dankjewel Jeff. Ik vond het zelf ook een prima inhaalactie. En Ricciardo is hier dan gezien. Hebben hier gewoon slipstream. Hij verdedigt die binnenkant nog. Maar dat lukt niet. En laten hem hier mooi uitrollen. Om te zien. Kijk Ricciardo. Dit is de leider in de wedstrijd. Aan de kant, Verstappen naar P3, Sainz naar binnen. Carlos Sainz naar binnen en dit is een herhaling van wat er zo net is gebeurd. We lieten de auto gewoon staan. Zijn brutaal bezig. En Sainz heeft daar volgens mij zijn voorvleugel beschadigd geraakt, weet ik niet zeker. Maar de vraag is, gaat hij ook naar binnen voor een nieuwe neus? Gelukkig maar dat Carlos wel rijdt. Tot nu toe een dramatische dag voor Ferrari. En waar gaat Sainz naartoe met nog 9 rondes te gaan in de wedstrijd? Gaat gewoon naar de mediumbanden. En geen nieuwe neus. Oké, interessant. Heel interessant, maar goed. Het is wat het is. En Sainz komt weer terug de baan op. Achter zijn teamgenoot Charles Leclerc. We zitten in de laatste ronde van de wedstrijd. Verstappen heeft Ricciardo te grazen genomen voor P2. Maar dat boeit niks. Wij winnen hier alweer een wedstrijd in My Team Career Mode. Pakken hier de volledige score in de openingswedstrijd. En laten onze dominantie zien. En dit belooft wat voor de rest van het seizoen. You've won the Grand Prix. A fantastic team effort then to secure victory here in the desert. Anthony Davidson, a resounding victory today. What set them apart from the rest? Well, I honestly feel it was down to the driver and car today. I mean, we can talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never going to get anywhere. When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those we witnessed today. A show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure.
Hierbij dan dus de uitslag van de wedstrijd. Bij me dus de grote prijs van Bahrein pakken ook de snelste race op de punt. Perez krijgt driver of the day. Verstappen op het podium van P3 naar P2. En Ricciardo pakt dat laatste podium in Bahrein van P10 naar P3. Doet hij goed. We hebben een 1-2'tje gehaald. 1 uitvaller Esteban Ocon. 8 punten verschil naar Verstappen. En het is al 19 punten verschil naar de nummer 2 in het constructeurskampioenschap. Dus dit belooft een dominant seizoen. Ik heb er even dit ingezet. Ik vond het wel geinig om te kijken wat het allemaal is. Het Team McLaren natuurlijk. Dat gaat gewoon weer stijgen zoals gewoonlijk. Het prijzengeld. Tada. $3,46 miljoen van één wedstrijd. Geen schade gereden. 125k er extra bij. Dat betekent in totaal $13,32 miljoen weer erbij gezet. En dat betekent hopelijk upgrades aan de faciliteiten. En dit zou betekenen dat Max weer zijn contract zou kunnen verlengen bij ons voor het tweede seizoensdeel. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb jij genoten, beloon dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike de video dan. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat jij altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. Gewoon op het belletje drukken en zet op meldingen aan drukken of alles aan. Dan ben je altijd op de hoogte. Volg me ook even op de sociale media. @GiananSchraven. Facebook, Twitter en Instagram. En zou ik zeggen, dit was de Gianan mensen. Tot de volgende keer bij F1 2021 My Team Career Mode. Ga verder in China.